We hebben het overwogen voor een restaurant te starten, maar gezien de situatie en alles er rond, hebben we besloten van een andere richting te vinden en waaronder dus de foodtruck business. We zijn daarmee begonnen in te midden corona, dus al een moeilijke tijd. En we zijn ermee begonnen op het feit van als we dat kunnen brengen naar de mensen toe, want onze gerechten, we hadden het horen gehoord dat die heel lekker waren, dus we wouden dat toch proberen. Dat heeft aangeslagen. En dan zijn we beginnen bouwen. We hebben eerst een tijdje een soort van takeaway gedaan. En dan onze foodtruck kunnen gaan halen. En dan zijn we op festivals begonnen sinds 2021 is ons eerste volledige jaar geweest dat we foodtruck hebben gedaan. Het is ook Aziatische keuken. Ja, het is Japans-Filipijns om precies te zijn. Filipijns, wegens dat mijn vrouw een Filipijnse is. Japans, omdat ik daar toch een redelijke voorliefde voor heb. Waar onder andere de sushi, de teriyaki's en noem maar op. Een hele hoop verschillende mogelijkheden. Filipijns, Japans, is dat dan een soort fusion keuken? Ja en nee. We zitten nu op dit moment in de fase dat we nog de gerechten apart houden. Dus Filipijnse gerechten en Japanse gerechten. We hebben al een paar keer overwogen van een soort van fusion gerecht te creëren. Maar je moet heel voorzichtig zijn in het gebied van smaken. Je moet zien dat ze bij hen passen, dat ze elkaar complementeren en vermijden dat het eigenlijk een wirwar van smaken wordt. Japanse keuken kennen de mensen over het algemeen, Filipijns iets minder. Vertel daar eens wat over. Ja, Filipijnse keuken is eigenlijk afkomende van, is eigenlijk een mengelmoes van Spaans, Amerikaans gerechten. Dus de Filipijnen zijn een koloniaal geweest onder Spanje en tijdens Wereldoorlog II heeft de Amerikanen dat deels beïnvloed. Dus daar komt vooral de keuken uit. Maar je zult in veel gerechten horen dat de Spaanse ondergrond er nog eigenlijk bij zitten. Waar die ook heel goed in zijn, is het feit dat die alles kunnen mixen. Dat vind ik iets fascinerend, dat ze letterlijk van alles en nog wat iets kunnen maken. Dat je soms denkt, die combinatie kan toch niet passen, en toch past dat perfect. Haal zo eens een voorbeeld. Het beste is een dessert dat ik spijtig nog niet kan maken. En dat noemen ze een mango float. Beste voorbeeld. Dat is eigenlijk een dessert gebaseerd met graham cookies, mango en dan een soort van pudding-achtig iets. Maar dat doen ze dan op een mango drink. Dus erbovenop. Dat was een van mijn meest fascinerende gerechten. De sisik op dat gebied is een heel ander feit. Dat is van hun zeggen, dat was origineel begonnen als een saladegerecht. En dat is uitgegroeid geweest tot een warme maaltijd. Waar bestaat dat uit? Uit langzaam gegaard varkenvlees. Vroeger was dat de overschotten, dus de oren, noem maar op, alle kleine stukjes een beetje als ik gebruik. Maar natuurlijk, ja, er zullen mensen die daar niet zo fantastisch van zijn, dus we hebben dat verbeterd en vernieuwd naar het gebruik van buikspek. Je zei al, foodtrucks, maar mensen kunnen ook hier komen afhalen in Hoboken, of jullie leveren ook aan huis? Ja, natuurlijk gezien een beetje de afstand. We proberen ook natuurlijk te zien dat het niet te lang is dat we onderweg zijn naar dienst toe. Dus meestal rondstreeks Hoboken, Wilrijk, Antwerpen, noem maar op. Daar rond blijven we altijd wel leveren. Het moet natuurlijk haalbaar zijn.